Als je over de Afsluitdijk naar Friesland rijdt, heb je altijd zo'n beetje het gevoel naar een ander land te rijden. En het is ook een beetje zo. Van Holland uit gezien ligt Friesland aan de overkant van de Zuiderzee. En daar ligt in het ruime land het bescheiden bemeten Franeker, bescheiden in omvang, maar omvangrijk in geschiedenis en schoonheid. Een vergulde boterton, net wat u zegt. Aan de Voorstraat is een volmaakte gevelwand getuige van de rijke geschiedenis van Franeker als academiestad. Er is van die academie bijna niets meer over, maar van de behuizing uit die tijd is men tegenwoordig terecht zuinig. Dit zijn de zogenaamde professorenhuizen. Links het Koopmanshuis, dat gebouwd werd in opdracht van dokter Koopmans, die helemaal geen professor was, maar arts en schrijver. Dus bijna professor. Het huis met al dat lofwerk is een echt professorenhuis. Het behoorde aan professor Johannes Valkenier en is gebouwd in 1662. Valkenier was hoogleraar in de theologie en kon blijkbaar uitstekend met zijn studenten overweg, want hij bleef er 14 jaar. En dat terwijl de studenten er toch alles aan deden om zich zo ongeliefd mogelijk te maken en het vredige Franeker voortdurend op stelten zetten. Valkenier zette in zijn gevel de bede: Gij die de muren van Jeruzalem bewaakt, beschermen dit dak. Worden het niet door uw bliksemen getroffen, noch door den boze betreden. Aangeschoten studenten hebben die bede vaak met gejoel voorgedragen, maar het prachtige huis werd pas vernield in 1890 toen er een postkantoor in kwam. Van de academie die een grote Europese vermaardheid genoot en onder Napoleon verviel en gesloten werd, is alleen nog de Hortus Botanicus uit de 17e eeuw over. Het gebouw dan. Het maakt deel uit van een psychiatrisch ziekenhuis en wordt nu met zorg gerestaureerd. Kijk, dit is een splinternieuwe gevel die precies is gekopieerd van deze oude gevel. U ziet dat pilasters en kapitelen gewoon afgekeken zijn van de oude. De tuin waarin deze gevel staat is niet toegankelijk, maar nu hebt u het lekker toch gezien. De Waag hoort in het rijtje professorenhuizen niet thuis, maar toch wel, want samen zijn ze het museum het Koopmanshuis. En dit is het wapen van Franeker. Het allermooiste huis staat in dezelfde straat en is een stins. Een stenen huis uit eind 15e eeuw. Residentie van Hessel van Martena, aanvoerder van de Schieringers en verdediger van Franeker voor de hertog van Saksen. Dit was de oorspronkelijke ingang met daarboven een gotische boog met het alliantiewapen van Hessel van Martena en Saapke Verval. De achterkant van het Martenenhuis aan de Voorstraat is nu de voorkant. En opzij is een gang met het wapen van de hertog van Saksen, ridder in de orde van het Gulden Vlies en stadhouder namens Philips de Schone, vader van keizer Karel de Vijfde. Een bestuurscentrum dat zich later naar Leeuwarden zou verplaatsen. Dit is de zijgevel van de Botnia-stins aan de Brede Plaats. Het stamt uit de late middeleeuwen. De voorgevel is verknoeid in de vorige eeuw en pas onlangs weer zo goed mogelijk gerestaureerd. We hebben opnamen uit 1973 om u te laten zien hoe fraai het geworden is. De Botnia-stins heeft bijna een eeuw dienst gedaan als weeshuis. Aan de constructie van de gevel is goed een soort opkamer te onderscheiden. Het andere weeshuis was aan de Godsakker.
En een hoeksteen siert het huis en herinnert ons eraan dat hier wezen woonden in wezenkleding. Want je moest altijd laten zien wat en wie je was. De Martinikerk is niet zo pompeus. Dat waren de Stinsen wel. Maar is toch het oudste gebouw van Franeker en wordt al genoemd in 1421 om precies te zijn. Het heeft een merkwaardige traptoren met een houten overstapje. Zo zijn er altijd dingen die je zelden ziet. Het stadhuis is een prachtig renaissance hoekpand met alles erop en eraan. Het geeft duidelijk weer dat er grote welvaart was in die dagen en dat een stad als Franeker zich best meten kon met de andere Friese steden. Het is een ontwerp van de stadsbouwmeester Pieter Ens, die terzijde werd gestaan door Klaas Jellessoon de steenhouwer. Of andersom, wie zal het zeggen. Het zijn de wapens van Friesland, Saksen en Nassau-Dietz die de ingang sieren en een waterspuur die dat doet op de hoek. Het wapen van Franeker prachtig opgesierd tussen de ramen hoog in de gevel. Schuin er tegenover staat het meest verbluffende kunstwerk van Franeker achter een heel eenvoudige gevel, het planetarium van IJze Eizinga. Hij kende de angst van zijn stadgenoten die geloofden dat op 8 mei 1774 de wereld zou vergaan op het moment dat de aarde en de planeten op één lijn zouden staan. Hij verzon eer hij begon. Hij bouwde in zijn huis een planetarium om aan de hand daarvan zijn stad en tijdgenoten eens en vooral uit te leggen hoe het zonnestelsel in elkaar zat. Hij bouwde het op enkele onderdelen na, helemaal alleen. Alles loopt even langzaam of snel, zoals in werkelijkheid, dus er gebeurt niet zoveel. Maar Eizinga kreeg het voor elkaar om geloofwaardig en begrijpelijk te zijn en iedereen die kwam kijken en luisteren, ging gerustgesteld naar huis. Het is nog steeds verbazingwekkend dat de eenvoudige wolkammer met een wiskundeknobbel en een sterrenkundeknobbel kans zag dat allemaal onder te brengen in zo'n klein huisje, maar het ook nog zelf maakte en zelf schilderde. Hij deed er 7 jaar over en bleef wat hij was, iemand die het nu eens grondig wou uitleggen. Steeds weer. Tot vandaag de dag. En als je dan het planetarium weer uitkomt, is er even verder dit juweel. Gewoon om de hoek. Het korendragershuisje, als uit een sprookje weggelopen. Het is Franeker op zijn kleinst en op zijn mooist. Wat moet je hier nou bij vertellen? Het is het buurtje waar Franeker geboren werd, geloof dat maar. Niet alleen een lieve wirwar van bruggetjes en grachtjes, zo op het oog, maar gewijde grond. Dit is de Polshof, een groot pakhuis waar ongetwijfeld de gildebroeders van het Korendragersgilde zakken graan naar binnen droegen. En weer dat trotse stadswapen in de gevel. Ga er maar fijn wandelen en je verbazen dat je ineens doorhebt waar de naam Franeker vandaan komt. Vroonakker, gewijde akker, een oude Keltische naam. Maar u mag aan niemand vertellen dat u het weet.